jongens, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal Job van der Linden. Vandaag gaan wij ga ik een video maken over de Fingerling Hugs. En voor mijn verjaardag. En dat is best een leuk ding. Hij kan van alles en nog wat. Maar dat laat ik zo zien. Eerst wil ik even mijn iPad neerzetten. Zo, de Fingerling. Ik heb hem hier. Zo. En de Fingerling Hux is een heel leuk aapje. En wat leuk is aan het aapje, dat hij ook echt een beetje kan wat een mens kan. Maar wat het allerbijzonderste is, is dat hij kan knuffelen. Je kan hem gewoon omhangen zo om je nek. Met klittenband. En dan heb je zo een Fingerling hangen om je nek. Maar je kan hem zo van kijken, hangt hij zo om mijn nek heen. Ding. En ja. Wat je ook kan, je kan hem ook aanzetten. Mama. En dan zet die aan en dan kan je een kusje geven letterlijk als je dit doet zo. Laat het zo bij je houden, zijn neus zo. Als je dat 6 keer doet, dan gaat die soort van eten lijkt wel. Als je dat heel lang doet, dit is echt een heel lang geluidje. Nou dat. Ik kan hem weer schudden. Nou, en als je schudt dat hij 2 keer heeft gedaan. Is het een grotere? Oh jongens, waar ik gisteren echt onversteld van stond. Dit is niet normaal. Nou, doe eens even normaal. Zomaar een scheet in mijn kaakjes gezicht te laten. Ah, nou. En je kan hem op zijn kop houden en als je dan hem ervoor houdt, gaat hij scheten laten. Hou je hand er weer af, stopt hij. En je kan hem letterlijk ook, sorry dat ik het letterlijk zeg, moet ik even mee kappen. En je kan hem ook opgooien en opvangen. Oh. Dan moet hij op reageren, maar dat doet hij soms niet. Oh, oeps. Ja, en nou doet hij niks. Oh. Ik kan hier mooi mee. Oh, lollen. Als hij best hard valt, dan zegt hij, ouch! Oh!
bijna tegen de camera aan. Oeh. Oh shit. Nou. Nou, dat hebben jullie nou wel genoeg gezien. Dat we gooien. En je moet wel, als je wil gooien, rechtop vasthouden en dan gooien. Dus zo. En je kan er ook mee zwaaien. Houd hem vast en dan... Echt van... Niet kussen. En je kan hem ook op zijn rug neerleggen. Dan gaat hij slapen. Maar ik had net iets ontdekt. En daardoor kan hij ook... Kunnen we ook kietelen? Ouch! Ouch! Hij doet niet ouch! Met de vingeling. Zo. Dat was even lollig. Oké, zo. En als je zijn oortje indrukt, dan kan je dat doen... Dat hij na gaat praten. Like deze video en abonneer op mijn kanaal. Dat. En dat was een beetje bijna wat ik kan. Als je op zijn rugje klopt, dan laat hij lekker boeren. Zo. Oké. Dit is mijn lieve schat. Als je hem op zijn kop... Heen en weer schudt. Dan wordt hij helemaal gek. En wat ook kan is lekker op bed gaan liggen met je vingerling. Dus kan je lekker op je bed met je vingerling. Even die zooi aan de kant. Want ik die allemaal aan liggen.
achterbandje. Mooi. Vast. Als ik zijn andere hand kan vinden. Want ik ben niet blind, zoals jullie denk ik al wel weten. Ja. En ik ga nog een video plaatsen hoe het is om blind te zijn. En dan ga je liggen met je vingerling. En dan schiet de klittenband los. Bij mij dan tenminste. En doe je dan weer vast. Is dat toch altijd lekker, hè? Lekker slapen met een knuffel die je kan troosten. Die je kusjes kan geven. En die daar dan ook letterlijk op reageert. Het is toch helemaal geweldig. Zoiets te kopen in de Intertoys voor 30 euro. Nou ja, ik ga nu thuis een video zitten slapen. Ik kan trouwens ook, denk ik nog net, een video. Tijdens dat ik de video ging opnemen, dacht ik, tijdens dat ik de vingerling laat zien, ik ga jullie dan mijn verjaardags cadeautjes laten zien. De verjaardags cadeautjes, wat zeg ik? Ik bedoel Sinterklaas cadeautjes. Want het was gisteravond 5 december. Dus, komt ie. Ik heb nog een robotje gekregen. En ja. De robotje is een dansrobot. En als je dan omzet, dan gaat hij draaien en draaien en weet ik veel wat hij allemaal kan doen. Ik zou het wel even kijken, hier dat wieltje zie je. Ja, dat zie je nou niet. Oh, er zit een haar tussen. Zet je dus op de grond. Zodra die box draait hij ook weer om. Heel erg handig. Oeps. Het gaat een beetje mis. Bijna. Oeps. Dan ging die. Ik wil jullie trouwens nog eens heel graag laten zien. Ik ga eerst de hand zitten. Jongens. Moeten we niet hier eens even een leuke snelheidsvideo aanplakken? Dat zou ik eens.
was zo'n beetje mijn video. Like even op mijn video's. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie later. Oftewel, later. Ik ga een heel klein onderbreken. Want ik zei even iets spullen van verjaardag. Want de spullen was in de klas. En ik zei een video, het is gisteren 5 december. Maar dat was dus omdat het gisteren 1 dag voor ik deze video heb opgenomen. Dus daarom zei ik gisteren. Het is niet zo, maar de video was wel zo. Voor de tweede keer later.